De prachtige sprookjesachtige bossen en de krakende bladeren onder je schoenen. De overweldigende toppen bedekt met sneeuw die overal overheen gluren. Het is gewoon overal om je heen en dat is wel echt heel erg gaaf. En we hebben met z'n allen een bedrag bij elkaar gehaald. De een doet dat met een knip in zijn vinger met heel veel mogelijkheden en heeft het bedrag zo bij elkaar. En de ander doet dat met heel veel moeite, stapje voor stapje, maar heeft het bedrag ook bij elkaar. Maar die berg kom je allemaal boven. Ja, ik denk dat ontwikkeling begint met onderwijs. En daar hebben we het hier over. Dus ik ben ontzettend blij dat ik gezien heb waar het geld naartoe is gegaan. Het geld van alle mensen die gedoneerd hebben. En ik vind het ook heel erg leuk als ik straks weer thuis ben, dat ik aan al die donoren beelden kan laten zien. Zodat ook zij ietsje meer idee hebben van waar hun centjes terecht zijn gekomen. En dan ga je je ook afvragen, wat is echt de betekenis van ons leven? Wat maakt men gelukkig? En als je hier kijkt, dan zie je dat men heel gelukkig is met heel weinig. En wij met z'n allen hebben ook wat meer geluk gebracht in de leven van deze kleine meisjes. Het heeft mij heel veel tijd gegeven en rust gegeven om na te denken over wat wil ik en wat maakt mij echt gelukkig. Dus dit voor mij was ook een persoonlijke reis met grote betekenis. Ik denk dat deze wandeling mijn echte Himalaya heeft laten ervaren met al mijn zintuigen. En nog een extra super aspect daaraan is dat ik nu ook echt een gezicht en ideeën bij de mooie dingen die VSO doet.